Het burgerweeshuis heeft een nieuw logo. Onlangs werd dit logo gepresenteerd. Ik stond in de krant en toen hebben ze mij gevraagd of ik het logo wil ontwerpen. En dat kwam voor mij heel goed uit, omdat ik daar meer wil mee doen. We waren toch toe aan een nieuw logo, omdat het vorige niet bruikbaar was om vergroot weer te geven. En toen hebben we gedacht, nou dan moeten we echt een jongere zoeken die dat kan. Arlette die heeft een tiental ontwerpen gemaakt. En het leuke is dat we eigenlijk allemaal dezelfde hebben gekozen. En dat is waar dit op gebaseerd is. Zoals vroeger het weeshuis bedoeld was voor mensen die er vanuit de samenleving een zetje nodig hadden om het toch te redden in de wereld, hè, wezen. Kan je nu ook zeggen, dat is nog steeds het doelstelling van het weeshuis om jongeren die dat kunnen gebruiken een extra zetje te geven om een goede plaats in die samenleving te verwerven.